Hallo Tom, geniet je van de wedstrijd? Tom, kijk wie daar is. Oh, aha. Tom, kan jij helpen met het kleintje te vinden? Kunnen we hem buiten proberen? Fantastisch! Is dat het kleintje niet? Jerry, wil jij ook helpen? Wees voorzichtig. Tom, hoe kunnen we hem helpen? Oh, het kleintje zit vast in het reuzenrad. Wees voorzichtig, Lily. Ga niet op de propeller staan. Wauw, dat is een goed idee. Oh nee, dit is niet goed. Kom op, kleintje. Niet bang zijn. Het doet geen pijn. Ben je in orde, kleintje? Geen zorgen, alles is goed. Kleintje, wil je niet iets zeggen? Excuses aanvaard. Weet je zeker dat je naar school wil vliegen? Daar gaan we!
Ho, ho, ho. Fijne kerstmis, Tom. Wat is er, Ben? Oh nee, is de kerstman ziek? Kan jij helpen om kerstmis te redden, Tom? Goed uit, Ben. Kerstman, je moet direct naar het ziekenhuis. Geen zorgen, Kerstman. Ben zal de cadeautjes bezorgen. Heb je het lijstje? Heb je het allemaal onthouden? Nu weet je echt alles, Ben. Wat staat er op kleine Rocky's verlanglijstje? De volgende is Janice. Wat heeft zij gewenst? Janice heeft ook wat verrassingen achtergelaten. Dat zijn een hoop verrassingen, Ben. Wie is de volgende? Ben is in slaap gevallen. Wakker worden, Ben! Weet jij ook wat Edna graag voor kerst zou willen? Welk cadeau zou Edna het allermooiste vinden? Inderdaad, een nieuwe bouwhelm! Bij wie ga je nu op bezoek, Tom? Kan je iets verzinnen zodat je Ben's gedachten kunt lezen? Een magische lamp! Cool! Ben, bij wie moet de kerstman nu nog op bezoek? Goede aanwijzingen! Op naar het park! Wat wil Gary graag hebben voor kerst? Mooie bloemen die lekker ruiken. Oh, Gary. Jij! Heeft Amber nog speciale wensen op haar verlanglijstje staan? Een eerste hulpdoos. Kerstman! Kerstman, bent u in orde? Het is tijd om terug te gaan naar de Noordpool, Kerstman. Tom en Ben hebben alle kerstcadeautjes bij iedereen afgeleverd. Je hebt kerst gered, Tom. Hallo, Tom. Ben je ontbijt aan het maken? Kleintje, is er een probleem? Ben je verstoppertje aan het spelen? Maar wil je eigenlijk vliegen? Tom, kan jij helpen?
Kijk uit! Ik hoop dat je in orde bent. Kijk uit! Oh, kauwgom. Dat is een plakkerige situatie. Hij is op kauwgom op het dak geland. Ik hoop dat je bubbel kauwgom aan kan. Heb je hoogtevrees? Maar je vloog net. Rol naar de rand van het gebouw en laat de bubbel zijn werk doen. Kom op, kleintje. Kleine Rocky is na jou. Je hoeft niet bang te zijn. Ziezo, je kunt het. Ik tel tot drie. Dan moet je springen. 1, 2, 3. Wat is er gebeurd? Tom gaat je helpen. Daar is de propeller. Kom op, Bubbel. Ja! Kleintje, wil je nog een keer vliegen? Wil je dat je vriendje meegaat? Daar gaan we! Hoi Tom! Wat een mooi zandkasteel. Hoi Marley. Voorzichtig met het zandkasteel. Wat is het spoedgeval? Wil je loopings maken in de lucht zoals Rocky? Ik ken die blik. Heb je een idee? Wil je magie gebruiken? Wat spannend! Wauw!
is dat Aladdin's tapijt. Je gaat vliegen, Marley. Hoi, Rocky. Marley gaat loopings doen met jou. Wacht, Marley. Tom wil je nog uitleggen hoe het magische tapijt werkt. Hey. Het werkt. Je bent aan het vliegen. Je moet even wachten met loopings. Tom wil uitleggen hoe je moet remmen. Marley, je moet afremmen. Stop het magische tapijt. Je wordt nog tapijtziek. Tom, het magische tapijt slaat op hol. Marley kan eraf vallen. Marley kan je niet horen. Heb je een idee hoe je Marley kan redden? Wil je weer magie gebruiken? Oké, probeer het maar. Jee! Wat ga je met die oude lamp doen, Tom? Ik begrijp het ook niet, Rocky. Is het een magische lamp? Het werkt! Marley is veilig. Je moet altijd de handleiding lezen. Probeer je nog steeds om loopings te maken? Het is echte magie! Jij bent een genie als je je vrienden moet helpen, Tom. Hoi jongens. Zoek je naar een leuke manier om snoep uit te delen op je verjaardag, Karin? Tom kan vast iets uitvinden. Een gigantische snoepautomaat. Kom op jongens, probeer hem uit.
Yay! Yay! Wil je ook, Walter? Goed gedaan, Tom. De snoepautomaat is fantastisch. Er gaat iets mis. Tom, doe iets. De kleintjes kijken niet naar wat ze doen. Zorg dat de kleintjes naar achter gaan, Karin. Ga je nog iets uitvinden, Tom? Tom heeft dit pistool uitgevonden. Blijf staan, kleintjes. Oeps, gemist. Kijk uit, Jerry. Goed gedaan, Tom. De snoepautomaat is leeg. Je hoeft niet meer te schieten. Is er een leuke activiteit op de racebaan waar je naartoe wil gaan? Maak je klaar. Op je plaats. Af! Jerry gaat te snel, Tom. Maar dit is een goede oefening. Je hebt de dag weer gered met je uitvindingen. Zo te zien gaat Walter te snel voor je om hem tegen te houden, Tom. Heb je een idee voor een uitvinding? Kan je daar niet de tijd mee bevriezen, Tom? Je hebt iedereen bevroren in de tijd, Tom.
Oh, no, 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 no. Mm-hmm. Ah, eo, oe. Mm-hmm. Je bent nu helemaal alleen. Oh, la, 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 la. Huh? Jij! Ga je naar de ijskookkar? Mama, 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 mama. Volgens mij vind je dit wel leuk. Ben je onderweg naar de draaimolen? Moet iemand op de knop drukken? Wil je Walter weer terug in de tijd brengen? Zo te zien heeft je apparaat geen kracht meer. Jij! Volgens mij heb je de tijd langzamer laten gaan. Doe iets, Tom. Wil je de oplader gebruiken om je apparaat op te laden? Volgens mij is hij helemaal opgeladen. Je apparaat heeft de tijd versneld. Stop, Tom. Zet je hem nu op medium? Ben je klaar om de tijd weer goed te zetten, Tom? Goed gedaan, Tom. Laten we nu alle inwoners tot de tijd brengen. Zie je hoe belangrijk het is om vrienden te hebben? Speel nooit met tijd. Hoi jongens. Kleine Rocky zit vast. En er is brand. Wauw, Tom. Een kloonpistool. Ga je Frank klonen? Cool. Daar is nog een Frank. En nog één.
moet je al die Frank brandweerauto's zien. Waar gaan ze naartoe? Die Franken zijn zo behulpzaam. Nog meer Franken. Kan je ze stoppen? Een Frank-etende stofzuiger. Goed idee. Jij. Jij. Tom, waar is de echte Frank? Hoe weet je dat je de echte Frank terug kan halen? Welkom terug, Frank. Goed idee, Tom. Nog meer cupcakes. Hebben jullie het naar je zin? Gaan jullie de lege plastic pakjes in de containers gooien? Er ligt overal rotzooi. Dit is helemaal niet gerecycled. De gekleurde containers zijn bedoeld dat je weet welke rommel in welke container hoort. Tom, kun je een uitvinding bedenken zodat iedereen weet waar de rommel in moet? Ja, die magneet trekt alle rommel aan. Laten we aan het werk gaan. De blauwe container is voor alle papier, plastic en blikjes. Daar kunnen allemaal nieuwe producten van gemaakt worden. De bruine container is voor alle groente, fruit en tuinafval. Dat zijn groenteschillen, planten en gras en blaadjes. De groene container is voor alle restafval dat niet herbruikt kan worden. In welke container moet je alle plastic flessen gooien? Goed gedaan, Tom. Jerry, in welke container moet je alle plastic zakken gooien?
Ja, Jerry. Heel goed gedaan. Nee, Tom. Dat is niet goed. Goed gedaan, Jerry. Deze rotzooi kan je niet herbruiken. Deze moet in de groene container. Weet je nog? Goed gedaan, Tom en Jerry. Jullie hebben vandaag geleerd hoe je moet recyclen. Weten jullie zeker dat jullie alle rommel van het strand hebben opgeruimd? Nee, volgens mij niet. Kijk, verderop. Tom, ligt de rommel te ver weg voor de magneet? Kan je nog iets uitvinden om de zee op te ruimen? Laten we met de waterski de rommel uit de zee opruimen. Woehoe! Dit is echt leuk, jongens! Waar gaat hij heen? De plastic zak moet in de groene container. En de snoepjes mogen in de bruine container. Wow! Goed gedaan! Vinden jullie het ook leuker om te surfen als het strand helemaal schoon is? Onthoud dat je altijd je rommel op moet ruimen. Houd het strand schoon!